Boze personeelsleden van het psychiatrisch centrum Suriname PCS zijn vandaag getrokken naar het nieuwe assembleegebouw aan de Henk Aronstraat, omdat zij moe zijn om te wachten op de aan hun beloofde loonsverhoging. In een petitie aan vicepresident Ronnie Brunswijk uiten zij hun misnoegen. Namens alle hier aanwezige personeelsleden en degenen die binnen zijn omdat we nog steeds een haak hebben voor de noodlijdende, bieden we u deze petitie aan. Hij heeft een bijlage. De bijlage is de brief die we hadden gestuurd naar de directie. Dat was in de maand februari. We hopen met het afgeven hiervan dat onze noden zullen verbeteren. Dat onze lot ook anders zal zijn. Want als zorgverleners is er niemand. Er is nog niemand die voor ons zorgt. De zorgverleners kunnen niet langer wachten op hun rechtmatige tegemoetkoming. Een verpleegkundige zegt dat de groep door middel van de petitie de zorg die de zorgverleners zelf niet krijgen, zijn komen zoeken bij Brunswijk. De vicepresident zegt dat hij alles in het werk zal stellen om schot in de zaak te krijgen. U moet weten dat jullie die daar werken ten alle tijde klaarstaan voor de patiënten. Ja? En wij als regering moeten hetzelfde doen. We moeten ook ten alle tijde voor jullie graag staan. Ja, jullie hebben een petitie ingediend en de president is ook hier binnen en ik zal het gelijk met hem doornemen en ik wil u wel beloven dat het in orde komt. Omdat men wil niet praten over een statistische groep, maar je moet weten, jullie als verpleegkundigen, voor mij zijn jullie een statistische groep. Ja, omdat jullie niet schromen, alles wat binnenkomt, behandelen jullie. Ja? Alle hospitalen, ik heb heel veel respect voor jullie en ik ga heel veel mijn best doen om dit voor jullie te realiseren. Brunswijk zegt verder dat de regering achter de zorgverlener staat. De regering is niet van alle pijnpunten binnen alle organisaties op de hoogte en vraagt dan ook begrip voor het komen met een oplossing.